Dit zal wel weer een pechgeval worden. Mensen hebben het nog niet gemeld. We staan al met de klep los. Duits. Ja. Duits kenteken. Als een Nederlands wegenwachtlid in Duitsland met pech komt te staan, dan wordt men automatisch door de Duitse ADAC geholpen. Dat werkt ook andersom. Duitse bestuurders die lid zijn van de ADAC worden in Nederland gewoon door onze wegenwacht geholpen. Hallo. 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 Wat problemen? Ja, ze spreken Duits. Ja, een beetje. Hij is plötzlich stehen geblieben. Also wir sind gefahren. Ja. Hij is immer langsamer geworden, angefangen zu ruckeln. Ja. Irgendwann ist er immer langsamer geworden en stehen geblieben und springt es auch nicht mehr an. Oh, ja. De auto is ermee opgehouden en wil ook niet meer aanspringen. Ja, hoor maar. Die mag het zo. Ik neem die wagen mee naar die abfahrt hier. Uh-huh. Dat is besser. En dan koeken we daar maar weiter. Ja? Omdat we vlakbij het wegenwachtstation zijn, besluit wegenwachter Peter van Roosendaal de auto op sleeptouw te nemen en bij het station op zijn gemak op zoek te gaan naar het euvel. De vonk van ons ding is gewoon perfect. Dus dan ga je het echt zoeken in het brandstofsysteem. Van achter naar voren loopt Peter het brandstofsysteem langs. Maar tot aan het motorblok werkt alles feilloos. Daarna gaat het mis. Kijk, benzine komt hier, is geen probleem. Mm-hmm. Maar die aanspritsventielen, die arbeiden niet. Mede omdat de auto in kwestie nog geen half jaar oud is en dus nog ruim in de garantie valt, sleept de wegenwacht de auto naar de dichtstbijzijnde dealer om daar de defecte benzine-inspuiting te laten repareren. Oké. Ik bedank me. Oké. Oké hoor. Tjus. Oké. Zeer net. Veel geluk dan, hè? Ja, tjus. Dank. Daar.